containers. Die zijn in de jaren 60 zijn die gekomen. En die zorgen ervoor dat heel veel stukgoed in containers kon worden geladen voordat het schip er was. En daarna met een rotsnelheid op het schip werden gezet, zodat het schip korter in de haven zou liggen. Maar dat betekent dus wel een enorme verandering van het werk van de havenwerkers. In de Verenigde Staten, met name aan de oostkust, maar later ook aan de westkust, daar waren de vakbonden ietsje sneller met te kijken hoe je dat voor die havenwerkers zou moeten oplossen. En ze hebben toen daar in mid jaren 60 hebben ze een mens-machine overeenkomst, een machine agreement opgesteld, waarin ze dus regelden op welke wijze met de havenwerkers omgegaan zou moeten worden. Dat heeft ertoe geleid uiteindelijk dat er door werkgevers, werknemers en overheden daar in het kader van de ILO aandacht aan is besteed. En dat uiteindelijk heeft geleid tot ILO-conventie 137. Registratie was een wezenlijk onderdeel van het creëren van mogelijkheden om iets te betekenen voor die mensen die weggingen, maar ook voor de mensen die bleven, want die moesten opnieuw opgeleid worden. 37 kent ook de verplichting, of het advies, hoe je het noemen wil, om overleg te voeren tussen partijen, tussen sociale partners, tussen werkgevers en werknemers over die ontwikkelingen. Een van de afspraken die gemaakt is dat de mensen die weg zijn gegaan, weg moesten gaan, die overcompleet waren, het eerste het recht hebben om terug te komen in de bedrijfstak. Dus daar heb je ook dat registratie voor. Nou, en dat wilden de werkgevers niet. De werkgevers die waren blij dat zij van die militante stukgoedwerkers af waren. En die wilden liever zelf nieuwe mensen uitkiezen, volgzamer, die ze in de nieuwe containersector zouden kunnen gaan laten werken. Daarom wilden ze van die registratie en dus van die conventie af. Het ligt ook veel aan de bonden zelf wat er met dat ILO-werk wordt gedaan. Want je kunt daar in dat mooie, prachtige gebouw met functies die aangeduid worden, met een functie voor één of voor twee of voor drie ramen. Drie ramen is het hoogste. Daar kun je natuurlijk wel allerlei mooie teksten op schrijven, maar als dat in de praktijk niet wordt gevolgd door de vakbonden en de werkgevers zelf om het in het CAO of in wat ik ooit wel eens heb genoemd technologieovereenkomst op te nemen, ja, dan gebeurt er nog niks. Nu zitten we in de fase waarin er gerobotiseerd wordt. Dat robots via zelfgeprogrammeerde computers en ja, laad-en-lossystemen schepen kunnen laden en lossen. Zelfs die man met die joystick die dan nu parmantig nog zegt: kijk, ik is lekker achter mijn bureau een schip kunnen lossen, ook die gaat weg.